De dieselbrandstof die voor het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaine Project OWMCP wordt ingekocht krijgt een andere bestemming. Het gaat om duizenden liters dieselbrandstof die anders wordt gebruikt in Nikeri. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi maakte vandaag hiervan melding in DNA. Volgens Yogi worden er bonnen ondertekend om de brandstof van OWMCP te tanken voor voertuigen, terwijl de brandstof alleen bedoeld is om de wakkaipompen te draaien. Voorzitter, ik vraag uw aandacht. De droge tijd is aangebroken. En reeds geruime tijd zijn er klachten, voorzitter, over het functioneren van de leiding en het management bij OWMCP. Dat de boeren, voorzitter, in Nikeri, de rijstboeren in Nikeri, niet de dupe moeten worden, voorzitter, van die mismanagement, voorzitter, en het dysfunctioneren van OWMCP Nikeri. Ik vraag de aandacht van de regering. Yogi roept in het bijzonder de president op om hiervan werk te maken. Er moet aan een oplossing gewerkt worden door de drie ministeries die handelen over de OWMCP, meent Yogi. En alle drie ministers van OW, van LVV en van ROS bij elkaar te halen om dit probleem serieus en zakelijk te bespreken en op te lossen, voorzitter, in het voordeel van de agrarische sector, in het voordeel van de boeren, in het voordeel van de paddyproducenten, voorzitter. Yogi sprak vandaag in de Nationale Assemblee voor aanvang van de behandeling van de casinowetten.